goed. Manuel van der Wal heeft een modelbouwwinkel in het centrum van Enschede en ziet dat de modelbouwverkoop flink stijgt sinds de corona-uitbraak. Hij heeft zelf ook wat meer vrije tijd en is daarom begonnen met de bouw van een spoorlijn op zijn balkon. De corona heeft modelbouw en modelspoor echt weer op de kaart gezet. Nou, dit is dan een krokodil, dus een Zwitserse locomotief. Een van de mooiste locomotieven ter wereld. Nou, dat heeft allerlei functies. Nou, je ziet de stroomafnemers, die gaan al omhoog. Dan gooien we het geluid aan. Nou, dan komt er een bak herrie uit. En wat vinden de buren hier nou eigenlijk van? Eigenlijk wel mooi. Als ik hier aan het rijden ben, je ziet ze allemaal even kijken. Wat is dat, wat is dat? En die kinderen ook. Oh, geweldige trein. Ja, treinen, iedereen blijft het mooi vinden en geweldig vinden. Dat, of je er nou niks meer hebt of wel wat meer hebt. Als je een trein ziet, ook in dit soort schalen of kleinere schalen. Ja, mensen raken erdoor geïntrigeerd van, oeh, wat mooi. Kan dit allemaal gewoon buiten blijven staan als het straks gaat regenen? Als het gaat regenen, alles. Dit is echt voor buiten bedoeld. Je hebt nog een schaal, dat is ook zo groot. Dat is nog meer voor buiten bedoeld. Dit is semi voor buiten bedoeld. Gaat het straks regenen, sneeuwen, kan ik niet met het spul buiten rijden. Maar het kan wel blijven liggen, de rails. Dat dan wel weer. De vraag wanneer is een modelbaan af, is heel simpel te beantwoorden. Die is nooit af. Een modelbaan is nooit af. Als je denkt van het is af, dan denk je, oh, dat kan ook nog wel mooier. Of dat kan beter. Weet je, dat haal ik eruit, dat ga ik vervangen. Merk je nu ook dat er meer wordt verkocht met modelbouw? Nu de mensen ja, misschien niks te doen hebben en thuis zitten. Oh, en hoe? De corona heeft modelbouw en modelspoor echt weer op de kaart gezet. Modelbouw, echt een autootje in elkaar zetten zoals dit, is een golfje. Dat bouw je echt helemaal zelf. Uit onderdeeltjes, plak je, schilder je. Erg leuk om te doen. Ook heel erg rustgevend. Je duikt echt in een andere wereld. Je bent de hele dag bezig met je werk. Paniek dit, drukte daar, chaos hier. Je pakt een modelbouwkit erbij, je gaat zitten en je verdwijnt er helemaal. En de hele wereld om je heen sluit even af. En je kunt er gewoon lekker in gaan zitten. En die geluidjes zijn zeg maar niet totaal willekeurig. Die zijn gekoppeld aan wat hij doet dan? Of... Nou, je hebt allerlei functies die kan bedienen. Dus zoals de fluit, die bedien ik hier gewoon zelf. Nou, wil ik een stroomafnemer omhoog laten gaan, dat bedien ik ook allemaal zelf. Maar het rijgeluid wat je hoort, dus zodra die gaat rijden, dat gaat vanzelf. Dus als hij meer kracht moet zetten, dan gewoon iets meer herrie gaan maken, dat regelt hij allemaal vanzelf. Oké, tot slot nog even. Als corona straks voorbij is, denk je dat mensen die nu zeg maar modelbouw als een nieuwe hobby hebben gevonden, dat die daar ook mee bezig blijven? Nou, er zullen absoluut wel een paar mensen bezig blijven met de hobby. Dat merk ik nu al. Ik heb al een paar mensen gehad die dus echt een bouwpakket gekocht hebben van, nou, ik wil toch eens even wat te doen hebben met de corona. En die zijn al een paar keer weer geweest, want ze vinden het zodanig leuk dat ze weer pakketten zijn gaan kopen. En zal er van de 10, 3, 4 in de modelbouw blijven, is toch alweer heel mooi meegenomen. Ik heb mij laten vertellen, Ernesto. Nou? Dat deze jongen, Manuel van der Wal, die we zagen. Ja. Je zag het al, een huis aan het spoor heeft. En dat hij daar ook heel bewust op heeft ingezet. Als in, er was echt, zeg maar, heel veel mensen mijden dat natuurlijk een beetje. Want ja, hè? Ja, maar goed, als je een hele modeltreinbouwopslag wil, dan is dat natuurlijk wel mooi als je dat dichtbij de echte wereld wil hebben. Dat is toch geweldig. Deed me ook een beetje denken aan die man die we ooit bij Man bij het Hond hebben gezien. Met die zo fan is van de turbopoliep. Ken je die? Ja, die ken ik nog wel. Ja, die ken ik nog heel goed. Dat is toch geweldig. Dat soort, ik moet ook eerlijk toegeven, dat modelbouwen, een goede vriend van mij, die is ook helemaal in de modelbouw. Je bent het zelf, hè?